Yo, what's up guys? Vandaag gaan we iets heel tofs doen. Vandaag gaan we PES 2022 spelen. En dat is bijzonder, want deze game is eigenlijk zonder enige echte aankondiging zomaar in de PlayStation Store gezet. Er staat ook niet in de PlayStation Store als PES 2022. Nee, er staat New Football Game Online Performance Test. Dat is PES 2022. Daarbij moet gezegd worden, misschien ken je het verhaal wel, maar vorig jaar heeft Konami gezegd, jongens, we slaan even een jaartje over met PES. Dat betekent niet dat er een nieuwe PES kwam, maar dat was gewoon PES 2020. Alleen dan met updated shirts en transfers. Sommigen van jullie zullen zeggen, maar dat is ieder jaar. Nee, dat is niet ieder jaar. Maar dat deden ze, zodat ze voor de next gen PES konden bouwen in een compleet nieuwe engine. Nu is PES gebouwd in de Unreal Engine. En vandaag gaan we gewoon voor het eerst kijken, hoe ziet dat eruit? Want daarvoor draaide het in de Fox Engine. Ken je misschien wel van Metal Gear Solid. Dit is de Unreal Engine. Een engine die wat breder gebruikt wordt. En kijken of we dan ook echt een next-gen verschil kunnen krijgen. Want we spelen hem ook vandaag op de PlayStation 5. Laten we gaan checken. We kiezen voor Quick Match. Het is zoals je misschien wel verwacht alleen online. Het is dan ook een online performance test. Nieuwe engine. Nieuwe netcode natuurlijk. En ik kies voor FC Barcelona. FC Barcelona van Ronald Koeman. Matchmaking. Hopelijk kunnen we snel iemand vinden. Vorige keer ging dat best goed. Nou, we hebben een opponent gevonden. Proceed. Juventus. Dat was mijn tweede keuze geweest anders hoor. Ronaldo voorin. Beast. En hier zijn we in het stadion. Ik denk dat we gewoon general settings. Nee, dat hoeft niet. Stadium. Dat kan ik kiezen. Ik doe maar overdag. Oh, wauw. Dat ziet er vet uit. Dat kan. Welk stadion? Nee, dat is het enige stadion wat we kunnen kiezen. Ja, ik wil liever overdag voetballen. Homestrip. Dat is prima. Nou, je ziet al gelijk de munitie er een stuk anders uit. Gameplan. Even kijken. Squad. Het ziet in principe wel goed uit. Nee, ik hou het zo. Dat is prima. Oké, dan gaan we van start. Ik moet zeggen, het stadion ziet er prachtig uit. Maar dat was altijd al wel een PES hoor. Vooral de belichting ziet er nu een stuk beter uit. Oké, daar gaan we. Ik heb al één eerder potje gespeeld. En ik moet zeggen, ik vind het er echt niet uitzien. Als je de game speelt zelf, vind ik het er echt niet uitzien. En het speelt ook nog eens heel langzaam. Nu wil dat niet zeggen over de final game hoor. Want ik denk echt puur en alleen, ook qua graphics en gameplay, dat dit een online performance test is. Omdat ze natuurlijk in een nieuwe engine gaan spelen. En is dit een hele early build van de game. Ik kan me niks anders voorstellen dan dat. Kom op, Frankie. En ik ben ook echt dramatisch in verdedigen trouwens hier. Om een of andere reden weet de tegenstander echt elke keer nog tot nu toe nog goed te timen. Bij een onderschepping. Ik ben er nog niet zo goed in. Dus ik moet dat zeker even oefenen. Maar het voelt heel sloom. En ja, dat zie je er misschien ook wel aan af. Het draaien gaat erg langzaam. Sprint is nu met R2. Dat was voor hem met R1. Ik ga dus iets meer de FIFA kant op. Het is een goede bal. Hey, wat doet hij? Hij loopt de bal voorbij. Wat was dit? Hij liep letterlijk de bal voorbij. Oei, kom op man. Die moet er hangen. Nog een corner. De game ziet er wel echt compleet anders uit, zeg. Op 21 juli is trouwens de reveal van de game. Dit is dus niet de reveal. Op 21 juli is de reveal. Kom op.
Ja, lekker man. En even terug naar te steken. Even rust inbouwen. Kijk, dat bedoel ik. Die gaat tot nu toe nog elke keer mis. En dit gaat zo langzaam. Wil je naar de andere kant, maar... Kom op, Messi. Die moet toch zitten, joh. Oh, oh, oh. We hebben hier het overwicht, maar... We weten nog niet uit te drukken in de score. Kom. Nou, dit is wel heel makkelijk. Yes, 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 yes. Frenkie de Jong. Met de opening. Wie anders? Frenkie de Jong. Beste middenvelder van de wereld. Ja, dat is hij nog niet, maar... Komt erbij in de buurt. Oké. Okay. Wel een frommel goal, hoor. Wel een echte frommel goal. Nee. Het is nog niet echt een krachtig schot. Oh, wat een rotte aanname, man. Die had hij gelijk door moeten steken. Die voorzetter wordt nog wel redelijk makkelijk eruit gehaald. Buitenspel? Ja. Ja, dit is buitenspel. Kan je niks van zeggen. Ik moet wel zeggen, dit is het tweede potje wat ik speel. De eerste werd er geragequit. Dus ik hoop dat we deze kunnen afmaken. Oeh, grote kans hoor. Nee, dat had hij wel mogen maken. Ik denk geplaatst schot had hij gezeten. Klein naar de back dest hier. Ook een stukje Nederlands trots. Goeie ingreep van Matthijs de Ligt. Dicht bij de onderschepping waren we daar, maar het mocht helaas niet baten. En weer rustig opbouwen. Het voelt op een bepaalde manier wel aan als PES. Maar niet... Maar ik ben er nog niet helemaal tevreden mee. Mensen, kinderen. Het gaat toch niet zo'n wedstrijd worden, hè? Oei, 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 oei. Griezmann. Kom er dan voor, joh. Tik hem even naar binnen, joh. Oké, let's go. Ah, weer te langzaam. Het voelt zo stroperig, man. Het voelt echt enorm stroperig, weet je wel? Dan geef je die bal. En dan voel je... Als je gewoon één tandje harder loopt, wat gewoon makkelijk kan, want je gaat zo langzaam, dan heb je hem. Maar het gebeurt niet. Het is gewoon een gelokte animatie, zeg maar. En weer een waardeloos voorzet. 1-0 bij rust dus. Doelpunt voor Frenkie de Jong. Had zeker al 4-5-0 moeten staan.
Maar ja, moet je ze wel afmaken, hè? Ze houden tegenstander levend. Tegenstander één grote kans gehad tot nu toe. Had er zeker in gemoeten. Ja, dat kan ik van mezelf natuurlijk ook zeggen. Maakt hier een goede move. Oké, nu een tegenaanval. Ah, nee. Ik wou net zeggen, toch niet weer dit, hè? Daar is Dest, hij is sneller. Ah, we gingen te lang door. Ik kon niet naar binnen snijden vanwege die verdediger die daar rugdekking gaf. Maar hier opnieuw een doorbraak. Ah, jongen! Jezus, man. Die moet teruggelegd worden. Kun je nou denken dat hij die kant op moet? Jezus. Kom op, man. Kan dit niet aankomen, joh. Het zijn dus nog een beetje van die slordigheden. Ik hoop dat hij niet in de final game zit. Ik verwacht van niet. Ik denk nogmaals, dit is echt een hele early build. Final game zal er toch behoorlijk anders uitzien. Het is moeilijk verdedigen wel, vind ik. En heel erg slordig op dit moment. En hier blokken we de bal. Ik vind het moeilijk verdedigen. Het is wat minder vergeeflijk als voorheen. En dat maakt het toch wel... Dat houdt het toch wel spannend. Iedere tegenaanval hou je wel heel even je hart vast. Nou, Ansu Fati. Is er langs. Is niemand bij in de buurt. Yes! Messi, wie anders? Wie anders dan Messi? Oh, 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 oh. Wel het oude shirt nog van Barcelona, zoals je kunt zien. Het shirt van dit seizoen ziet er anders uit. Ah, lekker goaltje, hoor. Nou, dit hadden we wel even nodig. Even een beetje afstand nemen. En je ervoor gooien. En nog een keer. Laat hem niet voorgeven. Oh, oh, oh. Op een nippertje. Daar hebben we behoorlijk wat mazzel mee, moet ik zeggen, hoor. Hey. Scheids. Oh, ik dacht dat het een vrije trap was, joh. Oh. Oh. Wat een doelpunt, jongens. Wat een doelpunt. 3-0, Jantje. Oh, oh, oh. Wat een heerlijk doelpunt was dit. Nou, sportief in ieder geval dat hij nog in de game blijft. Dat is altijd een issue. Misschien moet ik hem ook maar laten scoren ook. Zodat hij echt niet gaat stoppen. Groot kans weer. Kijk, en dan... Kijk, Ronaldo is er voorbij, maar dan toch nog blijft het moeilijk
om je lichaam te gebruiken en ervoor te blijven. Kopbal gaat raak links naast. Komt die korte bal aan Piqué. Dest aan. Griezmann hier aan. Ja. Kom op, kom op. Makkelijk weggekomen natuurlijk door Matthijs de Ligt. Het is geen uitdaging voor hem. Een kopduel winnen van Messi natuurlijk. Oeh. 4-0. Ja hoor. Lekker man. Net één stapje opzij, waardoor ze alle twee mishapten. En dan heb ik hem makkelijk intikken. Buitenkantje voet. 4-0. Oh, nou hier komt de eretreffer hoor. Mag ik toch vanuit gaan? Ja. Dybala volgens mij? Ja, zeker weten. 4-1. Nou, laten we hem toch even lekker juichen. Ja, goede bal. Goede tegenstoter gelijk ook. En een goede loopactie van Dybala. Ja, daar kon ik niet meer bij. De verdediger, die in plaats van meelopen, stapt hij in. En is dan ook echt direct gezien. Ansu Fati. Hier in het midden. Rechts. Oh! Dit was een geplaatst schot. Kom op zeg. Dit moet toch beter kunnen. Ze weten het niet meer. Ze weten het niet meer. Niet kort. Laat die bal het werk doen. En hier tikken. Oh, waar gaat deze bal naartoe, joh? Dat is helemaal niet de bedoeling. Een goede ingreep van Matthijs de Ligt. Maar we hebben hem alweer. En die bal moet nu voor. Oeh! Op de valreep, Ansu Fati. Ja, mensen. 5-1. 5-1. Oh, lekker doelpunt hoor. Nou, oh, viel wel mee. Goeie voorzet wel. Ja, daarom speel ik met PES toch over het algemeen liever met een grote sterke spits en een kleine schaduwspits daaromheen. Omdat die grote spits wil je altijd bedienen. En nu is Ansu Fati niet eens zo groot, maar hij won in ieder geval de duel. Dit was hem jongens, PES 2021. Qua graphics kan je nog niet veel van zeggen. Als je dit stadion zo bekijkt. Dit stadion ziet er echt prachtig uit. Dat kunnen we allemaal denk ik wel zien. Dat is een verbetering. Alhoewel, het zag er in 2021 ook al prachtig uit. Maar je ziet toch wel een aantal kleine nuances, details. Qua gameplay, het is het er nog niet, man. Het voelt wel PES aan, maar niet de PES waar ik van hou. Al moet ik ook zeggen, dit heb ik in het verleden heel erg vaak gehad. Als we toen naar een nieuwe PES gingen, dat ik het in het begin haatte. Dat ik het niet lekker vond spelen. En dat, ja, na 5 uurtjes, dat ik er echt verslingerd aan was en dat het voor mij de beste PES ooit was. Ik betwijfel of dat hier het geval gaat zijn. Ik vind het toch net iets te traag. Ik wil toch net iets flitsender willen kunnen spelen. Wil ik dat nog voorop gaat worden. 21 juli is de reveal dus. Dit was een network performance test van PES 2022. En zoals je ziet, qua performance, qua netwerk performance, was er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. En dat heeft die game ook wel nodig hoor. Voor nu jongens, bedankt voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben over PES 2022, gooi ze dan hieronder in de comments. En dan zal ik mijn best doen om ze voor je te beantwoorden. En mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En vergeet niet te abonneren voor meer van dit soort video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!